Welkom bij aflevering 16 van Hanusje. Ja, jullie zullen me wel niet herkennen met het ding op mijn kop en met de sneller af, maar ik ben het echt, joh. Weg met de metto. Jongen, wat heb ik genoten, zeg. Wat een vaaglust, dat was genieten, zeg. Ik had er wel pien in mijn hart van al die opwinding, maar het was klasse. De vader van Ferdi Panna had de schoen gebracht. En we denken wat erin zit? 3 punten. God, we gingen hij tekeer. In zijn eentje het schip van kapitein Haken enteren. En daar in de mist. Wat dacht je van Dalle in de kool? En echte Joris 3 punten in de kool. Papa, wie hield hij ze tegen, zeg? En wat dacht je van onze trainer in het trainingspak? Het kon niet anders, want zijn goede pak hing nog in de stomerij en die was gesloten. Zal die morgen tegen Heracles ook wel weer op de bank zitten in het trainingspak. De tegenstander van morgen is Heracles. Stoplicht springt op rood. Stoplicht springt op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Maar dat klopt helemaal niet, want s'avonds is het helemaal gezakt te doen daar. Alleen de brievenbussen die zien open s'avonds. De voorzitter van Heracles, Jan Smit. Ik heb al zijn cd's van hem, want hij kan goed zingen. Hij was vroeger deurwaarder, dus ik zou achterin bij NEC maar goed de boel dicht houden. Zou hun keeper Kastroof familie zien van Fidel? Scheidsrechter morgen is Jeroen Schamschot. Weet ik weer, hè? Manschot. Hij is 34 jaar en hij komt uit Houten. En zijn vader gaat altijd mee. Als je moet fluiten, dan kan hij ouwe rijden. Hij werkt bij de KNVB. Hij geeft lezingen en hij werkt met een schop. Oh nee, mijn workshop. Ja, kunstgras, daar zien we niet zo happig op. Maar Ferdi zegt dat het goed komt, dus ik reken toch dat we daar maar 1-3 winnen. Nou, nog een fijne Sinterklaas en hoi!